Ja, morgen staat Prinsjesdag weer op het programma en net als vandaag gaat de wind een hoofdrol spelen morgen. Dat betekent dat jij wel eens rekening moet houden dat je hoedje van je hoofd afwaait. Ja, de dag begint nog droog in Den Haag en in de ochtend is mogelijk nog een wat waterig zonnetje te zien. Maar gedurende de ochtend neemt de bewolking steeds verder toe en in de middag is de zon zeker niet meer te zien. Ook nemen de neerslagkansen iets toe, maar het is vooral de wind die een hoofdrol gaat spelen. Tijdens het moment dat de glazen koets naar het paleis Noordeinde vertrekt, kan er mogelijk zelfs een harde zuidwestenwind komen te staan. Dat is windkracht 7 en dat is toch best wel stevig hoor. Ook de windstoten zijn een dingetje om mee rekening te houden. Die kunnen mogelijk oplopen tot 75 km per uur. Nou ja, regen staat er ook wel op het programma. Het komt zeker niet met bakken uit de lucht, maar een spatje regen behoort zeker tot de mogelijkheden. De temperatuur die ligt rond een graad of 19 in de middag. Ja, dat is een stuk minder warm dan de voorgaande dagen, maar wel heel gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Ja, ondanks het herfstachtige weerbeeld wat ons te wachten staat, wens ik iedereen een fijne Prinsjesdag morgen.